Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. De aandelenmarkt gaat de laatste tijd hartstikke goed. Want als we bijvoorbeeld kijken naar het rendement in de laatste 3 maanden voor de S&P 500, zitten we op 12%. Maar je wilt natuurlijk vooral dat we in de rest van 2024 lekker blijven doorstijgen. Nou, er is op dit moment goede informatie naar buiten gekomen wat ervoor kan zorgen dat we nog veel verder gaan stijgen. Maar op 12 maart, kans is groot als je de video ziet dat het 12 maart is, komt er ook nog eens belangrijke data naar buiten, wat een behoorlijke impact kan hebben op de aandelenmarkt. Deze video ga ik dat bespreken, dus laten we snel beginnen met de video. Als we kijken naar de S&P 500 en je ziet bijvoorbeeld dit lage punt van oktober 2022, dan is de trend natuurlijk heel erg duidelijk. We gaan natuurlijk diagonaal omhoog. Je zag aan het begin van 2023 dat we nog een beetje op en neer gingen. Je zag inderdaad dat we heel goed het jaar begonnen. Toen werd het eigenlijk bijna allemaal weer ingeleverd. We hadden een gigantische sprong dat doorging tot het begin van augustus. Toen werd er weer behoorlijk wat ingeleverd en stonden we weer op hetzelfde punt als maart 2023. Maar eigenlijk sinds het einde van oktober, ik heb het al vaker natuurlijk aangekaart, zijn we gewoon in een rechte lijn omhoog gegaan. Want je hebt over een stijging van 24% in 130 dagen tijd. Dat is natuurlijk een fantastisch rendement. En de year-to-date performance staat op 8%. Maar je wilt natuurlijk vooral dat dit door kan blijven gaan. Want die stijging is natuurlijk absurd. Maar als je op een bepaald moment rendement gewend bent, dan hoop je natuurlijk gewoon dat we vrolijk door kunnen gaan. En er is namelijk al data naar buiten gekomen aan het einde van afgelopen week wat erg positief is. Want het is namelijk zo dat er weer meer banen zijn gecreëerd dan verwacht. Want het was namelijk zo dat in de maand februari de 275.000 banen bij zijn gekomen en de verwachting was 200.000. Dat geeft natuurlijk aan dat de Amerikaanse economie er op dit moment hartstikke goed voor staat, maar er was ook een stijging in de uurloon, want we zien natuurlijk zeker met inflatiecijfers van de afgelopen 12 tot 24 maanden dat het uurloon ook steeds harder en harder gaat stijgen, maar maand over maand steeg het uurloon gemiddeld gezien met 0,1% en de verwachting was 0,2% en dat is erg positief, want het is namelijk zo dat als die uurlonen te hard gaan stijgen, dus nog harder dan analisten verwachten, heeft het natuurlijk een impact op het inflatiecijfer. Want als mensen steeds meer gaan verdienen, kunnen ze steeds meer uitgeven. Daarom is het ook best wel belangrijk nieuws dat de stijging van het uurloon dus positief uitpakte. Want dan heb je het namelijk over een Amerikaanse economie die de eisen sterk voorstaat, met daarbij een uurloon die minder hard stijgt dan verwacht. En ja, dat heeft dus een positief effect op de inflatiecijfers in de komende paar maanden. En die inflatiecijfers die komen dus ook op 12 maart naar buiten. En dat gaat erg belangrijk zijn voor de volgende meetings van de Federal Reserve. Want de data die ze zullen ontvangen, die zullen ze analyseren en kijken van oké, zijn we hier tevreden mee? Ja of nee? En dan zullen ze natuurlijk maatregelen nemen als ze er niet tevreden mee zijn. Zijn ze er wel tevreden mee? Nou, dan kunnen we bijvoorbeeld rekening houden met een daling van de rente in bijvoorbeeld de komende 3 maanden. Maar voor ik daar verder op inga, mocht je op zoek zijn naar een platform te gaan beleggen, ik beleg bij de Giro zoals de meeste Nederlanders en op dit moment loopt er een speciale actie via de link in de beschrijving, want als je registreert via de link voor 31 maart krijg je gemaakte transactiekosten tot en met 30 april terug met een max van 100 euro. Dus in de beschrijving staat zo'n linkje, registreer je via het linkje, maak je gebruik van de actie, daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg vergoeding voor deze samenwerking, kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken en zal ik natuurlijk altijd waarderen. Goed, laten we dan heel eventjes hebben over de inflatiecijfers die op 12 maart naar buiten komen. Op dit moment is de verwachting 3,1%. En dat zal dus het exactzelfde percentage zijn dan de maand ervoor. Je zag dat het eerst werd ingeschat op 3,2%. Maar je ziet vervolgens, nou, als we dichter in de buurt komen van de bekendmaking van die cijfers, dat het altijd een beetje wordt bijgesteld. Dus de analisten gaan er nu vanuit dat het inflatiepercentage op 3,1% komt. Nou, dat is natuurlijk erg belangrijk om dat in de gaten te houden. Ik heb het natuurlijk wel heel vaak besproken op dit kanaal. Het moment dat het lager uitvalt, heeft het een positief effect op de aandelenmarkt. Valt het hoger uit, heeft het weer een negatief impact op de aandelenmarkt. Maar je zag ook de nieuws die ik net eventjes had besproken, dat dat al een positief effect had op de aandelenmarkt. Want als we namelijk kijken naar de verwachtingen omtrent de renteveranderingen, zie je dat het langzaam en zeker alweer is bijgesteld. Dus je ziet dat nu steeds meer analisten ervan uitgaan dat de eerste rentedaling eerder gaat plaatsvinden. En dat is natuurlijk erg positief.
Want als we kijken naar de laatste 3 à 4 maanden, zaten we eigenlijk in een situatie dat de eerste rentedaling steeds verder vooruit werd geschoven. Eerst was het maart, toen werd het nog even in mei, toen werd het nog even in juni. En nu zie je dus voor het eerst sinds lange tijd dat we nu weer dus een beetje de andere kant op gaan. Als we kijken naar 20 maart 2024, zie je nog niet heel veel veranderingen plaatsvinden. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar 1 mei 2024, is het nog steeds zo dat het overgrote deel van de analisten vanuit gaan dat de rente onveranderd blijft. Maar je ziet dus wel dat er steeds meer kans is dat de eerste rentedaling zal plaatsvinden. Want als we namelijk hier naar beneden kijken, zie je bijvoorbeeld dat een maand geleden de kans nog 20,5% was dat er inderdaad sprake zal zijn van een rentedaling op 1 mei 2024. En dat is gestegen naar 22,5%. Maar je ziet vooral dat er inderdaad in juni die percentages flink zijn verschoven. Want op dat moment wordt er dus vanuit gegaan dat we de eerste rentedaling zullen meemaken. Op dit moment is er volgens analisten een kans van bijna 58% dat we daadwerkelijk zullen meemaken. Maar een week geleden bijvoorbeeld was het inderdaad 52,7%. Op dit moment is de kans van 26,8% dat de rente hetzelfde blijft. Een week geleden was het nog 35,7%. Dus je ziet inderdaad dat het nu weer een beetje de andere kant opvalt. Terwijl we natuurlijk die laatste paar maanden hebben gezien dat de eerste rentedaling steeds verder naar voren werd geschoven. Het was inderdaad zo dat we op een gegeven moment vanuit gingen, nou maart en anders zeker wel mei. En ja, dat werd dus steeds verder vooruitgeschoven. Nu gaan we dus weer een beetje de andere kant op. En het is ook heel erg belangrijk om te zien wat de inflatiecijfers ons gaan vertellen. En want daar zal natuurlijk de Federal Reserve goed naar kijken en daar dus mogelijke maatregelen op nemen. Want als bijvoorbeeld het inflatiepercentage lager uitvalt, 3% of misschien zelfs een 2,9%, dan is dat natuurlijk erg positief als we inderdaad kijken naar de eerste rentedaling. Want dan is het duidelijk dat de maatregel vanuit de Federal Reserve om die rente zo lang zo hoog te houden, daadwerkelijk een effect heeft gehad. En kunnen ze langzaam en zeker de eerste stapjes zetten naar een lagere rente. En hoe eerder die stapjes gezet kunnen worden, hoe positief natuurlijk voor de aandelenmarkt. Al helemaal omdat we allemaal weten dat beleggers een paar maanden vooruit kijken. Er zijn nu bepaalde verwachtingen. Dus als inderdaad die inflatiecijfers goed uitvallen, zal je natuurlijk daar een verschuiving in zien. Omdat er steeds meer analisten en beleggers vanuit gaan dat de eerste rentedaling eerder zal plaatsvinden. En dat kan dus een mooi effect hebben op de aandelenmarkt. Vandaar dus dat ik ook verwacht dat 2024, ondanks een hele goede start, ook nog wel een mooie rest van 2024 tegemoet gaat. Want ik denk gewoon dat de impact van die daling op dit moment nog een beetje wordt onderschat. Je ziet ook niet dat er heel veel beleggers nu constant mee bezig zijn. Terwijl het natuurlijk wel een behoorlijke impact heeft op de volledige aandelenmarkt. Dus het moment dat dat positief kan uitpakken, verwacht ik dus ook wel een positieve reactie als we kijken naar de algemene aandelenmarkt. Al is het natuurlijk ook zo dat als het inflatiepercentage niet uitkomt op de verwachting van 3,1%, maar 3,2% of 3,3%, ja, dan heeft het dus weer een negatieve impact. Want dan ga je namelijk zien dat analisten denken van oké, de inflatiepercentage is hoger uitgevallen dan verwacht. De Federal Reserve wil dat natuurlijk niet zien. Die zijn nog steeds bezig om het percentage te krijgen naar de 1,5 tot 2%. Als het inderdaad te hoog is, zal inderdaad de eerste rentedaling nog langer op zich laten wachten. Dus 12 maart gaat daarin gewoon een hele belangrijke dag zijn, want we zagen namelijk al met de informatie over gecreëerde banen, over de uurloon, dat dat al een behoorlijke impact had inderdaad op de verwachtingen vanuit de analisten, laat staan als het inflatiepercentage erg positief uitkomt. En dat gaat heel erg belangrijk zijn. Het zal natuurlijk niet de laatste keer zijn dat dit belangrijk gaat zijn in de komende maanden. In de komende maanden wil je natuurlijk zien dat het inflatieprobleem eindelijk definitief is opgelost, dat we echt naar die 1,5 tot 2% gaan, want als je inderdaad kijkt naar dit overzicht, zie je bijvoorbeeld juni 2023 zaten op de 3% en nu dus in februari 2024 is de verwachting 3,1%. Dus je ziet dat de hoge rente daadwerkelijk een impact heeft gehad, want op een bepaald moment stond het op 7, 8, 9%. Maar om echt inderdaad die laatste stap te zetten, is daar dus nog wel wat voor nodig. En het zal dus heel positief kunnen zijn voor de aandelenmarkt als die inflatiecijfers goed naar buiten komen en dat we bijvoorbeeld 3% of zelfs 2,9% zien. Want dan zie je dat er steeds meer analisten en beleggers ervan overtuigd zijn dat het inflatieprobleem daadwerkelijk in 2024 opgelost gaat worden. En als het opgelost kan worden, zal je natuurlijk ook zien dat de Federal Reserve denkt van deze hoge rentestand is niet meer noodzakelijk, laten we actie ondernemen en kunnen we in 2024 meerdere keren meemaken dat de rente daalt. En dat heeft natuurlijk gewoon een positief effect op de aandelenmarkt. Dus de aandelenmarkt is in 2024 goed begonnen. Year-to-date performance van 8%, terwijl we halverwege maart zitten voor de S&P 500, is natuurlijk hartstikke sterk. En ik ben ook dus erg positief over de rest van 2024.
Voor nu kwam wel het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.